Welkom. We hebben kijkers, dat is algemeen geweten, maar ook kritische kijkers. En ik kreeg een mailtje met de vraag om meer kleur in het programma te brengen. Aan de gasten zal het niet liggen. Kleurrijk genoeg. Nee, meer kleur op en aan tafel. Vandaar dus mijn geelste trui en vandaar ook dit op tafel. Ik kan er niet afblijven. Vertaalde, nog levende Vlaamse auteur. Ja. Belgische auteur. Ja. Conscience doet alleen beter. Ga. Ja. Kijk, en ik vind het fantastisch. Dit sujet zit gewoon naast mij. Ik mag hem aanraken. Niet te geloven, hè. Wauw. Ja. Ja. Dat kan ik zo vertellen dan later, zoals jij over Marva gisteren vertelde. Oh ja. Ja. Onze patroonheilige vanaf vandaag. Ja, 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 de funes. Want zo dadelijk krijg ik naast de meest vertaalde Belgische auteur, de gendarme hemzelf. Maar eerst, hij overdrijft niet, maar ik vind het geweldig. Ja, de koning van de visuele humor. Hij zit hier gewoon aan tafel. Ja, als vrouwen zich komen bemoeien met het leven van de funes, dan is het om zeep. Hij staat hier, ik kan meteen de vergelijking maken. Zo ga je toch niet, beste Vincent Messelier, welkom ja, weer. Ja, dank u wel. Zo ga je toch niet rondlopen op je vernissages, hoop ik. Nee, totaal niet. Het zijn toch twee andere werelden. Het zijn twee andere werelden, maar als ik nou de présence doe als Louis de Funès, ga ik wel... Funès! Funès! Er staan echt vanaf nu lijfstraffen op. No. Als je het nog één keer zegt, niet meer in je boek. Nee. Kijk je boek aan, kijk je boek. Met jouw boek. Nee. Nee, mag ik dat niet? Het ligt nog thuis goed in de hand. Ja. Kijk, de muziek en ze kloppen die. Ja. Ah ja, 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 dat is nog. Ja, ja, ja. Dat, nu, oh, dat is beter. Nu zal het wel de finesse zijn. Dat had ik me voelen. Nee, je was een verhaal aan het vertellen. Dus, nee, als ik een acte de présence doe, dan ga ik wel over mijn kunst gaan praten natuurlijk. Maar goed, de mensen komen automatisch naar je toe. Hè. Dat is het voordeel dat je niet gekend bent als kunstenaar, maar dat je dan als Louis gekend wordt. En ik was aan het denken dat ik een finesse ging zijn, hè, dat ging zeggen. Ik heb het je omzeilt het helemaal. Als je die boek leggen, ben je dan. Maar nee, ja, het zijn totaal twee werelden apart, maar het blijft alle twee kunst. Mm-hmm. Ook als acteur. Ja, Le Gendarme se marie, daar kwam dit uit. Dat is mijn favoriete uit de reeks. Inderdaad. Ah, ja, die van jou ook? Ja, vooral met die non daar, die zat. Ja, maar die zit in alle films natuurlijk. Ja, ja, maar met die motto dat is toch wel heel, 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 heel... Maar die vrouw van de funes, ja. Ook bijzonder bezagen ze daarnet, hoe heet ze? Want ik ga jou testen, hè. Oh my god, ja, heb je juist gezegd, hè. Maar... Oei, oh. ik dacht dat we hier de funes ja, kinderen aan tafel hadden. Dat is van die kava. Nee, Je staat droog, hè. Ja, ja, nee, maar... Weet je trouwens het Nederlandse woord hiervoor? Geen hostie, hè? Nee. Zuurhouweeltje. Oeh. Zuurhouweeltje. Onthoud dat voor een volgend boek. En in het Frans? Nou, dat weet ik. Claude Jansac, zo heet ja, Claude Jansac, inderdaad. En iedereen dacht dat het echt de vrouw was van de funes, hè? Ja, ja, ja. Ze heeft in zodanig veel films meegespeeld dat bijna dat zijn herkenbare bijna vrouw was. Altijd en ze spelen ook heel goed, hè? Ik bedoel, ja. Ja. Goed, toch nog eens testen, want de kennis van Louis de Funès heeft mij nog niet overtuigd. Hier zie je ze bij haar huwelijk met... Die ken ik niet, hè. Pierre Mondi. Och, maar die was dan wel veel dikker daar. Ja, Pierre Mondi was toch gewoon maar wat magerder. Heeft ja, Pierre Mondi, dat was de eerste, want ze is daarna hertrouwd. Ja, oké. Okay, en, ja, nu vertel ik de dingen. Ja. Het is mevrouw de Funès die Claude Jansac heeft voorgesteld aan haar echtgenoot. Je moet eens naar een lezing komen van mij, want ik geef lezingen wanneer over de funes. Dus. Wanneer is het? Ja. Wanneer is de volgende lezing? Ik heb geen tijd. Eclipse TV eist mij op, maar na eind februari is het programma ja, gedaan. Ik moet zeker dus afspreken. Goed. Kom maar test, zeker. Test. De kenner heeft me nog niet overtuigd. Nee, maar ja. Wie is dit naast hem? God, mijn jaar, joh. Dat is een zwart-wit film. Nee, dat is een foto van een regisseur. Ja, maar Jean Giraud. Eindelijk punten gescoord. Okay. Jean Giraud, de regisseur van alle gendarmefilms. Ja. Bart zit hier te kijken van... Nee, ik weet er heel te weinig vanaf, dus ik zwijg. Ja, je moet dat opfrissen natuurlijk. Ja. Maar je bent in het museum van de funes geweest? Ik ben in de twee museums geweest.
En de gendarme zei, allee, het verhaal van de gendarme, als je daartoe komt in je uniform, iedereen was aan het kijken, zo, willen we een foto met hem op de voorpagina, allee, op de, aan de hevel van de gendarmerie. En ze waren zo aan het twijfelen en zo stilletjes dichterbij aankomen de mensen en zo, ja, maar de foto. En de keer dat er de eerste op stond, wilde de een achter de ander. Ik zei, ik ga je wel niet geen dag staan, ik ben daar niet voor betaald. Ik moest dan al betaald worden tegen het museum te gaan. En, allee, ik vond het een beetje... Maar denken ze dan niet in dat museum aan een gek? Nou, nee, het was eigenlijk echt een heel positief verhaal. Allee, het was echt, zeker bij het museum van Louis de Funès zelf in Saint-Raphaël. Het museum van wie? Louis de Funès zelf. Ah ja, ja, dat is goed. Zelf. En maar die was wel een nee. Louis de Funès zelf. Kwamen we terug naar beneden en kwamen we terug buiten. En kwam de secretaresse van achter de balie van, mogen we een foto nemen? Het is voor de bazin. Ja, ik zeg ja, natuurlijk, de bazin is wel de kleindochter van Louis de Funès zelf, die Louis de Funès zelf. Ja. Moeilijk, moeilijk. Ja, als je dat gewend bent, maar top, alle omroepsters vroeger en nu nog, ja, Louis de Funès, ja, ja, ze leren het nooit. Iedereen, hè, trouwens. Ja, ja, maar het is Funès. Maar het is Funès. Waarom is dat museum in Saint-Raphaël? Daar is hij... Het is een museum alleen voor hem. Dat was vroeger eigenlijk alle attributen die in het kasteel stonden van vroeger, die zij ook nog hadden tot een bepaalde periode. In Nantes, periode. Hè? Was dat de orangerie? Denk in niet Nantes. Dat in Nantes was. Was dat in Nantes zelf? Ja, maakt je niks wijs, hè? Ja, ja, goed, ja. Maakt niet maar, uit. Waar is die weer begraven? In Nantes. Is dat daarbij, hè? Ja. Ah, ja, oké, dat zat daar. Ja, waar hij zijn kasteel. Dat is een familiegraf, hè? Ja, de kasteel, opa. Ah, ja, 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 zijn vrouw had een kasteel. Hij zelf niet. Zullen we nog eens een unieke foto? Ik heb een paar unieke foto's nog van de bende voor de gendarmerie. Ja, je ziet ook de filmset. Ja. Daar, die hevel. Ja, daar moesten ze weg. Dat was Le Gendarme en Ballin. Goed, maar je loopt niet zomaar vrij uit in dit uniform in Frankrijk, of wel? Geen probleem. Nee? Nee. Moest je nu met het uniform van de hedendaagse gendarmerie ontlopen, dan heb je wel problemen. Ja, want dat is uniek erfgoed. Dus heb je dat op maat laten maken? Nee. Ik heb het zo gekocht zoals het was. Met alle insignes erop? Nee, de insignes hebben we er achteraf nog bij gezet en daar. Je kunt niet zomaar komen, het is een leerstok in Kortrijk waar we dat kunnen op de kop tikken hebben. Ja, ja. Hey, maar de kopie komt van via eBay. Ja, het zijn verschillende attributen dat je anders niet vindt. Ik had eerst een rode kipje, maar ze dachten eerst dat ik de facteur was in Frankrijk, dus dat was niet echt goed. Dus, maar probeer dat toch zo goed mogelijk na te bootsen. En je verwacht elk moment nudisten te zien aan de verrekijker. Wel, ik ben hier al heel tijd bezig, maar ik zie dus niks. Hè. Maar ik denk dat we te ver van de kust zijn. Dat is ook en je gaat ook zo ver niet, die verrekijker. Wat mij altijd geen gegeven heeft, in 64 de gendarme de Saint-Tropez met een nudisten scène, allemaal blote mensen ja, en natuurlijk. Een echte familie. Film, ja, 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 maar ja, dat was echt wel hilarisch. Hè, ook, ja. Nee, nee, maar ja, dat is wel bekend. Hè, dat was zijn eerste strand. Ja, dat was zijn eerste. Hè. Mm. Zijn beste ook. Ja. Maar ja, nee, het is ook gegroeid. Hè. Maar het was wel direct, ze hadden niet zo verwacht ook. Hè. De producers hadden ook een heel minimum budget, low budget, om die film te maken. Ze loopden er niet in. En toch was dat een redelijke hit geworden. Dus, en voor hem is, hij heeft daar eigenlijk zijn karakterrol beginnen maken. Ja. Dus, maar ze kunnen jou inhuren in dit pak? Ja, 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 ook in andere. Ik heb nog bijvoorbeeld als Bart Moeijaert zijn volgende ernstige boek wil een zotte touch geven. Ja, ik kan de mensen binnensmijten en buitensmijten. Dat is een ik zou het toch maar niet doen. Houd je reputatie. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, het wordt regelmatig. Je kunt mij boeken via House of Entertainment. Daar hebben we een mooie afspraak gemaakt. Dus, bij deze. Ja. Morgen hebben we het nog even over de Funès, als je het goed vindt. Ja, zeker weet. En dan wil ik nog... Nou, ik ga je niet meer testen, wees. Nee, maar je mag. Allee, ik heb er twee niet gekund, omdat ik heb geen zwarte thuis. Maar ik heb hem toch herkend, hè, zoals je ja. Trouwens, een schilderij van de Funès heb je nog niet gemaakt tot nu toe? Wel een paar van mezelf. Maar ja, ik ben in uniform. Ja. Heel graag. Tot morgen. En, met veel plezier. Lachen. Is, lachen is gezond. Ja, lachen is gezond. Voilà. Ik wou net zeggen. En Janine.